Schip in de Zwarte Zee is geraakt. Mm -hmm. En nu is het laatste nieuws dat er wederom een voltreffer zou zijn. Althans, de admiraal Makarov staat in de fik. En wellicht is dat een raketaanval van de Oekraïners. Hoe zie jij dit? Nou, kijk, dat de Amerikanen zo helpen, dat is uh, logisch. We sturen wapens. en Een onderdeel van deze oorlog is ook dat intelligence mm -hmm. uh, wordt gedeeld. Ja. En er is niemand op de wereld die zo'n goede intelligence positie heeft als de Amerikanen. In het verleden, we herinneren ons allemaal de Irak-oorlog zijn er wat twijfels over ontstaan. Um, ik denk dat de Amerikanen. Dat vanwege zich... de weapons of mass destruction die er niet bleken te zijn. Exact. En ja. uh, hoewel dat niet helemaal op de Amerikaanse veiligheidsdiensten te schuiven was, ja. maar minstens ook zoveel op politici ja, ja. die daarmee omgingen: Blair, Bush. Um, uh, zie je nu dat ze een soort van revanche uh, nemen? Ja. Want eigenlijk vanaf het begin van deze oorlog doen de Amerikanen iets heel bijzonders. Ze laten voortdurend informatie lekken. Ja. Uh, dat is de inform Information War. Uh, dat is een normaal onderdeel nu ja. van, uh, van, van oorlogen die we meemaken. En ze helpen tegelijkertijd natuurlijk de Oekraïners, hoewel mm. je niet moet onderschatten wat de Oekraïners zelf kunnen. Ja, okay.